in zo'n grote getale naar onze voorstelling in de Meldalenweek om kijken. De musical Meldalen of wie de schoen past, trekken hem uit. We volgen Meldalen in zijn leven. Dat betekent dat zijn rol door verschillende mensen gespeeld gaat worden. U zult het zien. Techniek klaar. Publiek is klaar. Spelers klaar. Een hele fijne avond. Let the show begin. Als zedert weer op al eeuwen lichaam en haar in blit, zo tussen 10 gemeten, mijn schone tussenriet. Dat plekje waar geleefd wordt in heel je rug en smart, staat in je hart geschreven, of dorpje dat is dat. Staat in je hart geschreven, of dorpje dat is dat. De buurvrouw heeft de kelder al kantje levantje en ik moet nog beginnen. Ik zou me kalm aan doen in uw positie. Wat is er? Ik heb een pakje voor u. Van wie? Even naar de afzender kijken. Je vaar. Je vaar? Die kan ik niet. Oh, je vaar. Voorzichtig uitpakken en niet schudden, want het is breekbaar. Nou, dan ga ik maar weer. Van wie is het? Van, oh, je vaar. Die kan ik niet. Ik ben wel nieuwsgierig wat erin zal zitten. Oh, kijk eens, het is een jongen. En die heet al Her ook. Dat is mooi, een jongen. Wat is het? Wat is het? Het is een jongetje. Hoe zullen we hem noemen? Malgert. Ik kom mijn zoon aangeven. Nou, gefeliciteerd. Dan zullen we eerst eens een neus opnemen. Proost, dalle. Mogen we hem vasthouden? Ik eerst. Nou, voorzichtig hoor, mijn mannetje. Pak hem maar aan. Slaap, kindje, slaap. Daar waren we op de schaar. Hedenmiddag, vlees te koop in de Voorstraat. Van een ontslachting om 3:00. Zachte poort, zachte poort. Ja, wat is het dan? En dat is verkeerd. Arbeiders moeten samen gaan. In de grote steden doen ze dat ook. Van mijn goede schoenen ben de zeulen helemaal op. Komt in orde. Woensdag klaar. Dat is mooi. Kan ik ze zondag naar de kaart kan. Nou, ik ga gauw even vromen, want ik moet de was nog ophangen. Zoals het moet, krijg je geen vaste voet. Ga niet in een hoekje zitten treuren. Niemand die op je bed ooit een cent op je zet. Als je piekert om wat kan gebeuren. En gaat het vandaag je nog slecht, morgen komt het terecht. Je moet in jezelf het meest vertrouwen. Graaf niet in je verdriet, ach dat helpt je toch niet. Steen voor steen moet je aan je eigen toekomst bouwen. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen kijkt je iedereen weer glunderlachend aan. Morgen gaat het beter. Wie ben je? Ik ben een Berliner. Hey mof, Rob mof. Ik wil mijn fiets terug, ik wil mijn fiets terug. Wat zagen ze? Let er maar niet op hoor, ze zien nog jong. Ik was ook eenmaal jong, dat is zo'n lange her. Allemaal jong vroeger. Wat een tit. Het valt niet mee om je kinders alleen op te voeden als je man er niet is.
Nee, zeker niet. Maar hoe zouden ze het gaan in Duitsland? Hebben jullie nog wat gehoord? Nee. Wel, dat ze alles kapot maken, die Duitsers. Hoe lang moet het nog duren? Scheet, u zat toch niet in Duitsland, of wel? Nee, ik zat bij Pauw Kreeft. Ja, uw dochter, het is uit mijn broerskoeker. Ik ga naar buiten. Niet tegenstaande het sluiten van de wapenstilstand in oktober 1946, vonden herhaaldelijk schendingen van deze overeenkomst plaats. Zo werden onder andere grote waterwerken vernield, waardoor uitgestrekte gebieden onder water werden gezet. De te velden staande rijst, zo dringend nodig, niet alleen voor de Indonesische bevolking, maar voor de gehele wereld, werd grotendeels vernield. Het was een heel gewone jongen, uit een dorpje op Flakkee, die nooit over de grens was geweest. Die voor koningin en vaderland uit stad weg moest gaan, om in Indië een opstand neer te slaan. Nasi met sambal, daar word je heet van. Ik blijf hier, bij jou. Ik ga niet meer terug. Hé, schatje. Het woord is aan u, wethouder. Ik ben de plannen van de gezamenlijke burgemeesters om een brug met bogen te maken. Van stad naar 10 gemeenten en van daar naar de Hoekse Waard. Die komt in de buurt in de steen van Wagner. Die zal van grote betekenis zijn voor ons eiland en voor ons dorp. Dat klopt helemaal, inderdaad. Het is van groot belang voor ons allemaal. Wie heeft er nog een vraag? Ja, dit ben de klacht over onderpoep. En bij de kerk hebben de jongens weer een ruiting gegooid. Ik vind dat er best streng kan worden opgetreden. En klopt het dat het houden van varkens achter het huis verboden wordt? En dan nog wat moeten meneer en stad samen gaan? Zoals mijn zwager heeft gehoord? Dat nemen we mee. Het is Noorlaat en de Monnenhuis. En wat hij nu nog, Paul Kreeft? Waarom kregen mazen met kinderen een kinderbeslag en mazen met een hondnes? Dat nemen we ook mee. In de stad is niets te doen, en duikt niet op de groen. Er wordt te veel gevuld, maar blijft steeds de schuld. Stadse, Stadse, Fransen! Fransen! Die vloekplannen motten hem, twijfels de voorste hoog.
je goed? Je broek niet vuil maken, hè? Zakken! Op! Oh, wat ver te staan al over de planken in de Voorstraat! Vooruit, jullie! Naar boven! Laat me eens. Kom, schieten jullie daar? Ze zeggen dat de bal eronder loopt. Wat moeten we nu doen? Straatje loopt alles vol. En de Sterkstraat, die staat onder water. Met zandzakken werden geprobeerd het water tegen te houden. De vaak zo verfoeide jeugd stak hierbij de handen flink uit de mouwen. De dagen daarna, toen het helder werd wat er precies aan de hand was, zijn veel stadtenaren geëvacueerd met vrouw en kinders. Er moest schoongemaakt worden na een poosje. Alles moest er weer kelf uitzien. Van dat land. La douce France. Oh, Arzé, die vrouw niet, die zit een hele dag in een tun. En een badhak. En twee dieren.
wel aardige mensen, hoor. Ja, ze zijn aardig. Aardig. Nou, ja. Kijk, ze zijn gewoon enorm nieuwsgierig. Ja. Hij is een buitengewoon aardige kerel, maar hij wil echt alles weten. Ja. En zij is alleen maar aan het schoonmaken. Oh. En ik zie haar nooit in de tuin. Tussen de dames in zitten. Nee, dat doe ik niet. Ik ga wel voor in. Dan haak ik hem beter rust echt. Ja, maar net waar je naar kijkt. Ook deze mannen hadden lief en leed met elkaar gedeeld. Pas sinds kort hoorden we dat echt zo was. Mel had nog een geschoten kunnen proberen. Dit is de opleiding. Nee. Ik wil wel, maar ik heb het zo. Misschien dat hij een kiek in de pot heeft. Oh, okay. Maar Mel, die moest niet. Die wist aan het ervan te drukken. Oh. Daar nodigen ze u allen uit voor een verder gezellig samen zijn met een hapje en een drankje. Wat vind je ervan, Mel? Het is mooi voor dorp, hè? Zeker heel wat eeuwen ligt aan het Haringvliet, zo tussen 10 gemeenten verscholen tussen riet. Een plekje waar geleefd wordt, hier wil je vreugd en zwart. Staat in je hart geschreven, ons dorpje dat is dat. Staat in je hart geschreven, ons dorp.